Wat u hier ziet is geen beek, maar wel degelijk een wandelpad in natuurgebied De Westhoek. De vorige keer dat ik het geweten heb, was in 2001. Het domein is gesloten, want niet veilig toegankelijk. Het vele regenwater van de voorbije maanden kan niet weg en heeft ook deze plek overspoeld. Hier groeien en bloeien tussen mei en juli normaal duizenden orchideeën. Maar dit jaar zitten de meeste gewoon onder water. Het gevolg zal zijn dat zij gebrek aan zuurstof krijgen. Dus de materie onder water begint te rotten, alle zuurstof wordt weggenomen en dan verdrinken ze. Het merendeel van de soorten kan er niet tegen. Dus het zal hier een pak minder zijn deze zomer? Deze zomer zal het hier op deze plek een stuk minder zijn, ja. Gelukkig is niet alles verloren. We moeten er even naar zoeken, maar vinden toch een paar orchideeën. En dat is mogelijk de redding. Het gebied is groot en hoog en laag wisselen af. Ja, kijk, dit is een keverorchis. En dat is zo'n soort die groeit zo'n beetje tussen nat en droog. En die is gespaard? En die staat hier nu goed. Ja. Zo... Ze heeft geluk. Maar bloemenpracht als deze, dat wordt moeilijk dit jaar in de pannen. Het zal namelijk nog lang duren voor alles weer droog valt. En tegelijk profiteren andere soorten van de nattigheid. De rugstreeppad bijvoorbeeld, die binnenkort uit zijn schuilplaats komt. Die leeft vrij lang en die moet zich massaal voortplanten in de gunstige jaren, dus de natte jaren. Ja. En dit jaar is bingo. En dit jaar zal het de lotto winnen, denk ik, ja.